Dit is West in 60 seconden. Twee bewoners van een huis op de Oostgeesterweg in Rijnsburg zijn maandagavond gewond geraakt bij een overval. In de omgeving werd een zoekactie opgezet om de daders te vinden. De overvallers zijn nog niet opgepakt. De metamorfose van de Haagse Markt is nu halverwege. Deel 2 van de markt Nieuwe Stijl is in gebruik genomen. De nieuwe kramen zijn allemaal in dezelfde stijl gebouwd, waardoor het geheel er een stuk rustiger uitziet. Wildwaterpark Dutch Water Dreams in Zoetermeer sluit per direct de deuren van de Flowriders Area. Dit is het gedeelte waar een constante golf gecreëerd wordt, waarop bezoekers kunnen surfen of flowboarden. Na onderhoudscontroles eind januari is daar agressieve corrosie aangetroffen. Burgemeester Josias van Aartsen gaat op verzoek van het CDA harder optreden tegen Chinese massagesalons. Als er sprake is van illegale prostitutie, worden massagesalons meteen voor onbepaalde tijd gesloten. En tot zover West in 60 seconden.